Goedemiddag. Goedemiddag. Wie ben jij? Ja, ik ben Rakiap, Rijksambtenaar, oud-militair, maar bovenal gepassioneerde activist en hier als woordvoerder van Free West Papua Campaign. Wat is de datum? Het is vandaag 1 juli 2021. En waarom zijn we samen vandaag? Ja, we staan hier voor het Grand Café Utopie Den Haag, omdat wij van deze accommodatie gebruik hebben gemaakt om ons 50e verjaardag van de proclamatie van West-Papua te herdenken. Helaas niet te vieren, want we worden nog bezet. 50 jaar geleden hebben de Papua's zich gemobiliseerd en de proclamatie uitgeroepen als verzet tegen de nieuwe kolonisator Indonesië. En dit is dus een markante dag waarbij we graag stilstaan om voornamelijk vooruit te blikken en te reflecteren waar we nu staan in de strijd. Oké, en waar staan jullie in de strijd? Nou, we staan nu dus zover dat we een interim regering hebben uitgeroepen afgelopen 1 december 2020. En sindsdien zijn er verschillende departementen opgericht en is er eigenlijk gisteren in het stadhuis van Den Haag een soft launch geweest van de Green State visie die door deze interim regering in maart eigenlijk is aangekondigd. Kan je kort iets zeggen over dat plan? Hoe heet het? Zeker de Green State Vision. Ja. Ja, dat is de Green State Vision. Legt eigenlijk het fundament neer voor een toekomstige constitutie in West-Papua als wij zelfstandig controle hebben over ons gebied. Hoe wij de natuur gaan beschermen. Hoe wij de rechten van de verschillende stammen, 250 plus, gaan respecteren. En de mandaat geven over hun eigen gebied, zoals ze dat al honderden, zo niet duizenden jaren hebben gedaan. Ja. Wordt eigenlijk in verschillende artikelen conform het internationaal mechanisme, in juridische teksten is dat weerschreven. Dat is nog geheim. Maar wat wij met de lancering hebben gedaan is uitgelegd welke kernpunten, de kernwaarden wij daarmee uitdragen. Namelijk dat we de grootste tropische eiland ter wereld, waar West-Papua onderdeel van is, groen willen houden. Dat we de vernietiging door BP, door Freeport McMoRan, door palmolieplantages gaan herstellen. En het mandaat teruggeven aan de stammen die daar al eeuwenlang hebben geleefd en zijn weggejaagd, zijn vermoord. Dat heeft deze visie heeft gezegd van dat gaan we anders doen. En als wij zeggenschap hebben over ons land, dus de onafhankelijkheid is daar, dan zorgen we dat de vrouwen een prominente rol krijgen in onze samenleving. De gevers van het leven, zeggen wij. Dat gaan we ook institutionaliseren. En wij zorgen ervoor dat de 250 verschillende stammen in een stamraad een soort van tribal democracy krijgen. Aangehaakt aan het huidige mechanisme en democratie zoals we dat kennen. Maar dan met de waardes van inheemse volkeren. En daarmee hopen we, 1, invulling te geven aan het beleid van de VN, de Sustainable Development Goals van de EU Biodiversity en de klimaat- en biodiversiteitscrisis, waar de huidige internationale mechanismen geen antwoord op hebben. En ook de regeringen niet, we lopen achter de feiten aan. En de Green State Vision van de huidige interim president, die wil de invulling opgeven. Wij zijn de beste beschermers, zo blijkt uit de VN, verklaring van de UNIPCC. Dat 5% van de wereldbevolking bestaat uit inheemse volkeren zoals de Papua's. En hun levenswijze heeft toegeleid dat ruim 80% van de wereldbiodiversiteit is beschermd. Deze Green State visie is een handuitreiking naar alle staten en mechanismen die zeggen we willen de klimaatverandering stoppen. We weten dat inheemse volkeren een prominente rol spelen. Dit is uw kans. Ja, want wat kan de rest van de wereld opsteken van de Green State vision? Dat inheemse volkeren heel goed weten hoe zij die cruciale ecosystemen moeten beschermen. En hoe zij een sustainable toekomst, een duurzame wereld, zoals we dat hier kennen, ook kunnen bouwen. Maar in balans en met respect voor de mensen, dieren en natuur die in dat gebied. Dat is waar deze visie eigenlijk zich in onderscheidt. En ze kunnen dat doen door dit te ondersteunen. Dus de inheemse volkeren hun rechten terug te geven en zeggenschap te geven over hun leefgebied. En wat kan je zeggen tegen iemand die dit filmpje nu kijkt en denkt van, nou, dat klinkt goed, ik wil wel helpen? Ga naar onze website www.ulmwp.org. Lees je in de verschillende statements over wat het nu inhoudt. En ik ben de caretaker van de landelijke en internationale campagne. En ik zou dit binnen de grassroots, binnen milieuorganisaties, klimaatbeweging zou ik dit pitchen. Dus wil je meer weten, dan kun je ook mij contacten via freewestpapua.eu of raak je op, google het. En dan leg ik je graag in persoon uit wat dit inhoudt en welke rol, prominente rol, jij als individu, als beweging of als instituut zou kunnen betekenen. Oké, heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Oké.